I think you just had to ignore danger. I don't remember the seven of us talking about danger. No, I don't think it was. Well, you thought it wasn't going to happen to you. But when you flew into it, you felt you wouldn't get in there because it was the flak was in front. But there was a gap you'd go through. You didn't steer for it, you just went there, and hopefully you were all right. And it was really upsetting you. In those days, main force, when I used to get out, you shared a dormitory. Main force, you'd wake up in the morning and there's empty beds. Het is een mooie simmerjoen op de IJsselmar. Een moment voor willen op en om het wetter. Maar wij hebben hier een orenbestemming. We zijn op zoek naar de skaatkant van de mar. Want hier loopt Pine, die het al decennia lang field wordt. He's been this kind of shadowy what happened to him. They thought that perhaps clinging on for a chance that maybe the plane had gone to a neutral country, Sweden or somewhere, and the crew had diverted for whatever reason. But of course, after a few years and nothing turns up, that can't be true either. So it was just a complete, went on a mission, didn't come back. No idea where he went down, where he'd flown from or what he was doing. Zo'n 2018 is er weer een beetje nieuwe hoop voor deze nieuwe besteden. Vanuit de Nederlandse oerhiet wordt er actief zocht naar de vermiste vleerders. Naar 80 hier. Wat veroorde dat onder emotie? Maar ook de operatie om deze mooie weer waarom te vinden. Wat we hier zien, zeg maar, is het detectiebeeld wat gedaan is door de EOD. We hebben hier het sonarbeeld wat gedaan is door de marine. En we hebben hier een beeld van wat we hoopten, zeg maar, een 3D-fotografie te zijn onder water. Zodat we weten hoe het vliegtuig erbij ligt. Waar we helaas niks kunnen zien omdat het water te troebel was. Kijk, normaal gesproken, bij een vliegtuigcrash blijft er niet zoveel over. Zijn het allemaal kleine stukken die kapotgeslagen zijn in de grond. En in dit geval vermoeden we, 100% weten we het toch nooit, dat hij een noodlanding heeft proberen te maken op het water, waarbij hij zeg maar omgeslagen is op zijn kop en in grote stukken nog, zeg maar, op de bodem ligt van het IJsselmeer. Waardoor hij eigenlijk uniek wordt, omdat je dan grotere delen hebt van het vliegtuig. Dat vliegtuig, de ED-603, is dat de ziektocht nu omdraait.
om boord de 26-jarige technicus Arthur Smart uit het dan nog koloniale India. He was probably quite strong-headed, independent. Knew what he wanted out of life. As soon as war broke out, he signs up. So he's got this patriotic drive and energy. And then when you hear the kind of reports on and you look at his war record and things, you know, he was hardworking, honest, exemplary type serviceman. So I think that's how he is. Smart is als engineer verantwoordelijk voor de techniek on board van de Lancaster. Vanaf 1942 komt er bij het elite squadron de Pathfinders. Nou, binnen er nog maar een paar mensen die dus vertellen in hoe dat west had. Getting into the aircraft with the rest of the other six, sat beside the pilot, my what they called the engineer's panel was on my starboard there, and the pilot was here, so I could just look over my shoulder at it. And in front of us was a multitude of instruments which I had to be familiar with. Well, then the pilot and I did a cross check before takeoff, you know, switches off, petrol on, throttle close. So Ken would take off. When he got rudder control, he'd say to me, "It's yours, take over." And I'd push the throttles right through the gate and hold them there. I was a navigator bomber. You picked your own crew. And I was fortunate. The night before in the mess, I met a little pilot, Australian, and we got talking and we decided that I would be in his crew. And he knew two further Australians who wanted to fly in with him. And they knew a couple of gunners. So we got a crew that way. I did feel a great responsibility, and I think all Pathfinders did. De jonge manje die haar oormelde voor Bomber Command, doggen dat vrijwillig. Arthur Smart komt bij de Pathfinders in de crew van de 24-jarige piloot Eric Tilbury. Het was een bemanning die opvalt omdat hij heel erg ervaren is. Het bemanningslid met zeg maar de minste vluchtervaring, die heeft 30 vluchten boven vijandelijk gebied op zijn naam staan. En Sprack, dat is de absolute koploper, die heeft er 55. Nou, dat is eigenlijk veel meer dan je op grond van de overlevingskansen zou mogen verwachten. Deze mannen waren ook al vroeg bij de RAF gekomen, vaak in het begin van de oorlog al, 1939, 1940, hadden hun opleidingen doorlopen en vielen eigenlijk op door hun kennis en kunde en waren dus uitermate geschikt voor deze Pathfinder Force. Of course, that's why they formed the Pathfinders. The Bomber Command was dropping their targets 4 or 5 miles from the target. I think it was improved, whether it was, it didn't get to 100%. The losses were high because we were there for a long time. The master bomber, of course, was there for the whole of the raid. Lang gaat het goed voor de crew van Tilbury. Al kroepen Gwon van Harnsen nou en dan terug het erg van de nullen. Ont 3 juni 1943. 11:02 in de ochtend, in het diepe duister, kwam de Lancaster Eden 603 uit de richting van de Noordoostpolder hier over het IJsselmeer gevlogen. Nou, dit IJsselmeer werd bewaakt door Duitse radarstations, onder andere bij Sondel en bij Medemblik. Dat toestel wordt gedetecteerd, daar wordt een Duitse nachtjager op afgestuurd en die schiet het toestel ook neer. Dus dat komt hier in het water terecht, het ligt op de kop, weten we. Dat heeft zich in luttele seconden afgespeeld, dat drama. Er werd gevuurd door een Duitse nachtjager, vaak breekt de brand uit aan boord, aan grote paniek natuurlijk. En ja, voordat je het weet is het dan ook gebeurd. And once you went into a dive, everybody was up on the bloody roof, down on the floor, debris everywhere. It was complete chaos.
It was quite difficult because the family being 4,000 odd miles away, you know, given we haven't got email and texts, so it was letters going backwards and forwards, how long that took. It was a quite remote part of India he came from, so how was the communication network? How long did it take to get things through? All of that probably didn't help the family clearly get a clear picture of what was going on, so it must have been very difficult for them. De hoop is dat met de berging van de ED-603 nou lang omlet wel duidelijk iets komt. Oor Arthur en de oren vermiste crewleden. Als je het bij elkaar telt wat de capaciteit van de pomp is, zou je kunnen zeggen, we kunnen ongeveer een meter per uur kunnen we verlagen. Dus 30 bij 30 is 900, plus een meter, dik, dus zeg maar ongeveer 900 tot 1000 kuub doen we een uur over. Nou, wat we verwachten is dat de bovenste deel van het wrak ongeveer 2,5 meter onder de wateroppervlakte is. Dus met 2,5 uur ongeveer, dan zou het wrak, de bovenste uitstekende delen, zou zichtbaar moeten worden. Maar dan ligt hij best wel diep dus. Ja, hij ligt behoorlijk diep nog. Dieper dan verwacht? Ja, meer verzand dan verwacht. Ja. I'm anxious about going out in sight tomorrow because is he there? Is he not there? So it's also that contradiction as to lots of questions about what do we do if he's there, yeah, and what's the emotion going to be like? Yeah. This is just fantastic what they're doing. It's amazing. Yeah. One story is that you try to land, came down on the tail, yeah, forced it, and then the propellers would have dug in and it would have gone upside down. But yeah, I don't know. Pinpoint the locations from a position where we found, for example, this radio, or like this thing. It's from the navigator. Right. Okay. So they can work out where the pieces are, where everybody was, maybe at the time. Yeah, and we make a reconstruction. Right. Okay. From the last flight. Wat ze doen is met die minigravertjes schrapen ze de bodem af en uiteindelijk zeg maar op een dag zitten we ongeveer op 40 centimeter diep. Nou, en alles wat daar in zit wordt aan de andere kant op een grote berg neergelegd. Pakt de graafmachine die aan de buiten de put staat, pakt het op. Die stort het aan die kant daar in een beunbak
En dan is er weer een graafmachine die het vanuit de beunbak pakt en op de zeef gooit. Want al het zand wat we eruit halen gaat via de zeef, wordt bekeken wat erin zit, voordat het aan de andere kant van het werkeiland ook weer in de beunbak opgeslagen wordt om later weer hergebruikt te worden. We vinden het vanzelfsprekend menselijk botmateriaal gewoon nog terug. Vaak zien we dingen die bijvoorbeeld van natuurlijke producten gemaakt zijn. Dus leer en zijde, wollen sokken. Dat zijn dingen die over het algemeen verbazingwekkend goed blijven. Metaal uiteraard, al dan niet gecorrodeerd. Maar metalen onderdelen vinden we nog veelal terug. Dus denk bijvoorbeeld aan een parachuteharnas of haken van een parachute. Dat zijn dingen die we terugvinden. Maar toch ook de wat kleinere dingen. En dat kan soms zo klein als een trouwring zijn van iemand. Of een sigarettenkokertje of een vulpen. Ook dat soort dingen vinden we nog terug. But again, the ones that came out could have been violence would have been exploded out. The fact that the nose area basically exploded. Yeah. My uncle was just pushed out. Yeah. And the top of the plane at where Tilbury was, he just got crushed. You would have thought that both flight engineer and the yeah. But he must have got stuck somewhere. It seems like it flipped over. So yes. It's yeah. Upside down. Yeah. In the water, so we don't know. Right. So we just have to wait and see. Right. Okay. We've been bantering about, you know, we can't understand why Uncle Arthur wasn't sitting where he was supposed to be, because the pilot, the navigator, his relation, the bomb aimer, all got, and the tail gunner got thrown out. Yeah. The three that are missing, Uncle Arthur wasn't in his position. If he'd been behind the pilot, he should have, in theory, gone with him. So we're thinking there was a fire on board. Yeah. Top gunner came down, or he was maybe injured. He tried to help, come down and help him move to the back of the fuselage. Or maybe they were trying to get the tail gunner out. But the tail, I've read somewhere else now, that the tail was quite a distance from the wreck. So they got thrown out. So the three are probably going to be trapped in an area. Een vliegtuigberging liek als deze gaat secuur en daar trok ik stadig. Maar stikje bij bietje komt er meer en meer van de oude bommenwerpen voor het lucht. En daarmee hopelijk ook meer antwoorden. Dit zijn dan bijvoorbeeld radioparts. En aan de hand van de kabels kun je ook zien dat de zaak in de fik staan, behoorlijk in de fik gestaan heeft. Waar zie je dat dan? Nou, vooral bij connectiedelen. Hier zie je dat alles verbrand is. Dus ja, dat komt niet door een crash. He, dat is echt dat het gebrand heeft voordat je neerstort. Nou, zo hebben we meerdere delen al gevonden die echt verbrand zijn. He, een noodlanding op het water, op zijn kop. Ik denk gewoon zwaar in de brand en neergestort. Lots of shells, lots of fish as well sometimes, they get put back in. And yeah, any items then, they're taken into a tray and they get taken to the back of the wash bay behind it. And you saw the engine this morning, yes? Yeah? Oh, exactly. Oh, it's amazing, huh? Yeah. It's just the surprise of all of the. I mean, this was a heavy impact, wasn't it? Yeah, yes, it's total devastation. Yeah. Yeah. It was probably full speed. Straight in. Yeah. Hitting water like that, it's like hitting concrete. Cool. Yeah. Yeah. It is an impact site, isn't it? It's not like a flip to land. It's just debris site.
I'm speechless. Empty, I suppose, is the feeling. It's just you've already done so much work, and there's now so much more to do, and you can see how well preserved this is, you know. So I'm not getting like a connection feeling, but ceremony was very, very good. I'm getting it down. It was a waste of good men, but it wasn't a waste for what they achieved. I think that's the important thing, yeah. Ik vind het belangrijk omdat dit mensen zijn die Nederland hebben bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Die hun leven daarvoor hebben gegeven. Dat moeten we blijven herdenken, moeten we bij blijven stilstaan. Ja, zelfs na 80 jaar is het zo belangrijk. En wat dat betreft, de tijd die verstrijkt wel. Maar het belang, het besef van wat er in die Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En ook wat ik zei, als je nu ziet wat er in Oekraïne gebeurt. Dan is vrijheid, veiligheid niet vanzelfsprekend. Daar moet je wat voor doen. Het laatste station in de zoektocht naar Smart Sprek en Moor is hier in Soesterberg. Alle persoonlijke goed dat voen is bij de berging en ook de stoffelijke resten worden zorgvuldig onderzocht en analyseren. Nou, in het geval van deze berging waren we op zoek naar 3 personen, want er zijn er 4 aangespoeld en begraven. Dus we waren er nog 3 kwijt en we hebben van die 3 verschillende personen botmateriaal teruggevonden. Dit zijn dan toch wel de mooiste vondsten die we hebben gedaan. En dat zijn de sigarettenkokers. En dit is er eentje, zilveren sigarettenkoker. Deze worden nog weer helemaal gerestaureerd en die gaan dus terug naar de familie. Daar waar ze horen, vinden wij. Maar je ziet hier wel de initialen in van degene van wie die is geweest. En in dit geval is het ABS. Wat staat voor Arthur Bertram Smart. En dat is toch wel heel bijzonder als dit soort dingen boven water komen. En ook hier worden puzzelstukjes gevonden die het meer vertellen hoe wat er bad is. Op die 13 juni 1943. Hier zien we bijvoorbeeld een aantal parachuteharnassen met daarbij behorende gespen. De parachuteklok, en dat is zeg maar de gesp waar alle riemen ingeklikt worden. En opmerkelijk genoeg hebben we er meer gevonden dan we zouden verwachten. We zochten 3 personen, we verwachten eigenlijk ook 3 parachuteharnassen. We vonden er meer. We hebben 4 bijna complete
harnassen gevonden en één parachuteklok die los ligt. Dus het zou eigenlijk impliceren dat we er 5 hebben. Wat betekent dat dus een aantal crewleden die later gevonden zijn, in ieder geval niet de tijd hebben gehad om een parachute nog aan te trekken. Considering it's somebody you never met and didn't know as a person, the emotional piece just doesn't make sense. When I first went to the grave in Warkham, Gordon was my mum's only sibling. Right. And they were very close. Mm. And she never got over it. Right. And so I think I was, I think I... You've got the energy, the empathy of it. That, yeah. You know, the emotion of yeah. that through my childhood and yeah. how important he was. She never talked about him a lot. Yeah. Whenever she did, it was always with great fondness and yeah. love and caring. And he was obviously important. And I picked that up. Yeah. And I think that's what I'm... Yes. The other thing, my grandparents, they never got to grieve at the grave, mm-hmm. right? There is closure in doing that, isn't there? Yeah. Yeah, there's a little bit of closure. Yeah. Yeah. I think that's why it's, I'm surprised by the emotion. Yeah, me too. It's very... Are you finding yeah. it too? Yeah, his father. So it was my mother's brother that died. Yes. So... the empathy I've got is he lost a lot of family in a short space of time. Yes. He had 5 kids. He lost all 3 sons, 1 at 4, 1 at 21, and then Arthur, 27. And then shortly after that, his wife went. So I'm carrying that kind of yes. emotion. And it's interesting because you did. Yeah. You know, I never met my uncle. No. He died a long time before. Yeah. 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 The only people that are heroes are not the likes of me. I'm no hero. The heroes are those that are dead. The 55,000 odd that died, they're the heroes, not those of us who have survived. We were just bloody lucky.